Hey. Links, maar eigenlijk is voor jou andersom, hè? Voor mij wel, ja. Rechts. Heeft mama jou zomaar nou daar tegen papa aangezet? Een hele goede middag voor ons in ieder geval. Je kijkt naar een nieuwe weekvlog van TessaOnline.nl. Wij zijn de kerstboom aan het zetten. Dus het is hier een puinhoop. Dus, snel, aan de slag. Kerstboom, zo goed als klaar. De piek nog, maar die gaat papa doen met Isabelli Welly. En ik daar. Zo vasthouden. Twee handjes. Want deze is wel van glas. Twee handjes. Twee handjes. Zet hem op. Dat is verkeerd, Tom. Even vastpakken. Vaststappen. En duwen. Duwen. Ik doe eens blazen naar de boom, Isabel. Moet je naar de boom blazen? Hé, hey, doe nog eens blazen. Wow! Ah, mooi hè, kerstboom. Hier zit nou het grote licht aan, want wij zitten te eten. We hebben een pokeball, maar hij is alleen stopt, die ligt hieronder. Dit is van toevallig van wat eten we vandaag op tv, zag ik dus bijkomen. Oh, dat is lekker. Dus het is een pokeball met sticky speklapjes en julienne worteltjes en circusnaps en spergieboontjes. En dat is heel lekker hè. Nomi nomi nomi. Roy is ondertussen werken. Zij is een beetje weer bekeerd. Ze is echt al de hele dag vet huilerig. Dus dat is echt heel irritant. Kan gelukkig redelijk langs mee laten gaan. Want anders word je echt helemaal knetterde petter. Dus fijn dat dat in ieder geval lukt. Het huis is in principe nog niet blij met alles. Omdat het allemaal wat anders staat. Bijvoorbeeld daar die kerstman. Die staat op de knusselspullen van Isabel. En dat is natuurlijk eigenlijk vet onhandig. Maar ik weet anders ook niet waar die knusselspullen van Isabel naartoe moet doen. Dus En de tafel moet nog een beetje opgeruimd worden. Maar dat kan naar morgen. Want dan zijn er weer wat dingetjes weg. Met hier. Ja, jouw lepelles gaat. Lepel. Lepel. Het is zaterdagavond. Isabel ligt ondertussen op bed. Lucas ligt over there. En ik ben een video aan het editen. Dit is de video van de kraamweek. Dus ik loop echt een week achter. Deze had eigenlijk vorige week online gekomen. Maar ik moet zeggen, vorige week zondag is de bevalvideo online gekomen. Die ik eigenlijk op woensdag online had willen komen. Die woensdag daarvoor. Maar ja, het kwam gewoon zo uit. En toen dacht ik, nou dan doe ik deze week video... afgelopen woensdag. En dan morgen doe ik de goede video online. Zodat ik erbij ben. Maar dat is me niet gelukt. Ik had er gewoon geen zin in. Ik heb tijd gehad. Echt waar. Maar ik heb er gewoon echt geen zin in gehad. En ik denk ook dat jullie dat allemaal wel begrijpen. Dat ik gewoon lekker aan het genieten ben van de kids. En gewoon rustig aandoe. En even gewoon. Yo, tranquilo. En dan mag. Ja, ik denk wel dat jullie dat begrijpen. Toch? Toch? Laat het hieronder even weten. Nee, dat is al wel. Ik had er eigenlijk vandaag ook geen zin in. Maar ik denk, nee, dit moet gewoon. Gewoon even doen. En eigenlijk, nu ben ik aan het editen. En nou denk ik, ja. Nee, ik vind het eigenlijk wel oké. Maar ik denk dat ik hier ook een beetje tegenaan hikte. Omdat ik de kraamweek best als heftig heb ervaren. Dat had ik bij Isabel niet. Ik heb het ook in die video die ik nu aan het editen ben... een aantal keer benoemd. Bij Isabel voelde ik me meteen super zeker. En echt zo gevoel van hier ben ik voor gemaakt. En dat heb ik in mijn kraamweek een stuk minder gehad. Ik heb daar ook over gesproken met Roy. Met kraamhulp en met de verloskundige. En die allemaal zoiets hadden. Hou het wel in de gaten. Het is goed dat je erover praat. Dat natuurlijk in verband met de postnatale depressie. Maar het waren vooral, denk ik, kraamtranen. Want het gaat nu eigenlijk wel gewoon heel erg goed. En het loopt wel. Het is nog steeds wel een beetje wennen hoor. Soms met een gezin van twee. Vooral als je ergens naartoe moet. De tijd incalculeren. Met twee kinderen klaarmaken. In de auto zitten, et cetera. Maar verder
Nee, begint wel gewoon te lopen. En word ik weer een stuk zekerder van mezelf. En heb ik niet meer hoeven huilen. Dat is eigenlijk heel goed zit waar het op neerkomt. Het is maandag vandaag en we hebben eigenlijk gewoon pyjama dag. En dat is natuurlijk ook wel eens lekker. We zijn even gaan wandelen, even op een andere manier dan de laatste keer. En jullie zien het al. Kijk, daar is hij. Hij zit... Ik had zin om te dragen. En hij vindt dit ook fijn en ik vind het ook fijn. Dus ik dacht, mooi, lekker even in de draagzak. Is ook fijn. En toen dachten we met Isabel ook fijn, omdat hij niet altijd op de kit zit, blijft zitten. Dat ze dan voor haar de buggy mee kunnen nemen. Over daar, ergens. Dus dat werkt dan fijn. En dan hebben we ook niet Isabel die dat het af wil stappen en dan niet meer op wil stappen. En nee, want ze zit vooral in de peuterpuberteit. Sowieso al een paar dagen. En vannacht heeft ze ook bijna niet geslapen. Ze zou eigenlijk vannacht bij mijn ouders blijven slapen. Nadat we gisteren les in het klas gevierd hadden. Eigenlijk op het punt dat we wilden gaan, begon ze te huilen. Ze wilde niet meer stoppen. Toen zijn we nog even gebleven om te kijken of het veranderde. Het veranderde niet. Toen dacht ik, ja, weet je wel, dan blijft ze niet slapen. Dan nemen we er gewoon mee naar huis. Met als gevolg dat ze thuis eigenlijk ook niet geslapen had. En dat had ik niet verwacht. Meestal is het dan zo dat ze thuis dan wel slaapt. Zeker na 12 uur. Want over het algemeen hebben we nog nooit met haar problemen gehad midden in de nacht. Meestal tot 12, hooguit 1 uur. Dus het was een beetje een tegenvaller. Dus we hebben heel weinig slaap gehad. We zijn een beetje kreinig, zeg maar. Hoort erbij. Ach ja, dus werd het pyjama dag vandaag. En alles makkelijk en niks te doen. Dus ja, dat. Wil je papa helpen? Doe nog maar iets pakken en papa geven dan. Nee. Oh, kun je er nou niet bij? Dan moet papa misschien iets aangeven. Ja. Maar papa hoort het misschien niet. Moet ik het aangeven? Zullen zij het aan mij aangeven? Ja. Ik kaas en dan geef het maar weer aan papa. Dankjewel. Lastig ja, als je er niet bij kunt. En Lucas. Klaar? Is het op? 1,50 alsjeblieft. Dit heeft Lucas met de Sint-viering bij mijn ouders gekregen. En dit is deze kerstbal. En die hebben we ook van Isabel. Dat is deze bal. En deze van Isabel. En er zitten nu dus 3 briefjes in. Want het is ons derde kerst met Isabel. Dus het is het derde jaar met Isabel. Dus bij Isabel zitten dus 3 briefjes in. En nou ga ik er eentje schrijven voor Lucas. Zo kun je ze dus uit elkaar houden ook.
Dus je doet hier de kerstbal gewoon weer lekker terug. En dan schrijf je dus op dat deze van Lucas is. Of net voor wie. En uit, over welk jaar het gaat. Want je kunt, er zitten 12 briefjes in. Maar je kunt daarna dus natuurlijk ook gewoon nog eentje kopen voor daarna weer. Tadaa. Lucas en Isabel. Het is weer tijd voor chocomel. Nom 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 nom. Met slagroom. Een hele goede morgen. Het is woensdag vandaag. Isabel staat in het dagverblijf. Ik had om 7:45 op kraamvisite. Vriendinnetje van mij die langskwam. Die heeft zelf nog een jong kind. En die slaapt nog wel meer. Dus was even een beetje passen en meten. Ik heb de hele tijd lekker met Lucas gelegen. En Lucas ligt nou lekker bij Roy. Die was terug naar bed gegaan nadat ze Isabel had weggebracht. En ik lig gewoon lekker op de bank te chillen. Serie kijken. Want ik dacht, daar heb ik echt zin in. Gewoon even helemaal niks. Echt even helemaal niks. Dat is fijn dat dan Isabel ook even weg is. Dat je dan ook even niks hebt, zeg maar. Dus dat ben ik aan het doen. Dat is niet zo spannend. Maar wel relaxed. Naar? Naar links. Naar rechts. Naar links. Eigenlijk is het voor jou andersom, hè? Voor mij wel, ja. Naar rechts. Hij kan dansen. Hij denkt, ik krijg koppijn, papa. Dat is wel prima. Ik word er wel stil van. Het is donderdag vandaag en ik zit hier met Lucas, die slaapt. En Roy is even met de kinderwagen met Isabel weg en Odin om even een groot rondje te wandelen. En ik wil op zich best meegaan, even los dat een groot rondje misschien niet heel verstandig is. Maar de kerel was na de voeding in slaap gevallen, dus ik dacht, nou ja, dan is het misschien niet zo heel handig. Plus dan kunnen ze er verder lopen, omdat ik dat wel zou kunnen, zoals ik me voel. Maar niet zo verstandig is. Zij gisteren ook tegen Roy. Gisteren was dan Isabel naar het kinderdagverblijf. En heb ik lekker gewoon Supergirl gebingewatched. En echt alleen maar gelegen. En daardoor is de bloeding zeg maar eigenlijk gestopt. Of een heel stuk minder geworden. En ik merk iedere keer dat ik dan, als ik toch te veel ga doen. Lopen, dat soort dingen. Dan komt die bloeding weer terug. Dus dat is mijn signaal. Lichamelijk voel ik niks. Is allemaal in orde, denk ik. Prima, maar het lichaam geeft ook signalen af dat ik te snel ga. Ja goed, er staat ook 6 weken herstel op en ons vriendje is nog maar 3 weken. Dus ik ben ook nog maar op de helft. En als ik al na een week gewoon heel enthousiast hier van alles ga lopen doen, dan verpest ik het ook voor mezelf, denk ik. Dus ik blijf lekker rustig zitten. Ik heb vandaag nog een douche, dus lekker blote billengezicht. Maar dat maakt niet uit wat we verder gaan doen vandaag. I don't know. Ik ben gewoon lekker aan het kuddelen en van de winter aan het genieten. Het is nog geen winter, maar dat maakt niet uit. Gewoon lekker van de kou aan het genieten. De kerstboom, de lichtjes. En dan gewoon lekker knus met Lucas. Heerlijk. Heeft mama jou zomaar nou daar tegen papa aangezet? Wij zitten op de bank. We gaan Home Alone kijken. Home Alone 2, want het laatste hebben we Home Alone 1 al gezien. En nou staat er 2, net zo'n 4. Oh wacht, zo staat er 2. Oeh. Dus van de week hebben we deze gekeken. Wacht op. Nee. Wat? Moet ik ook zo doen? Ja. En nou gaan we deze kijken. Dus. En die ligt daar lekker te slapen. En Isabel ligt lekker op bed. Hi. Heb je Lucas op je buik? Ja. Dat is fijn, hè? Zachtjes, hè? Binnen aan het doen. Ja, nou ligt hij goed. Hij valt zo bijna. Kijk, Lucas ligt lekker daar. Ik kon hem eigenlijk al de hele dag niet wegleggen, want dan ging hij huilen. Maar ik denk dat hij nou veel meer verzadigd is. Hij heeft ook gewoon last van buikkrampjes. Ik heb net maar Infocol besteld. En die komt dus goed dus vanavond nog binnen. Die hielp bij Isabel ook. Daar had hij in het begin geen last van. Maar ik denk dat hij er nu echt wel heel veel last van heeft. Anyways, waarom ik film? Ik heb tot nu een Masha Planner besteld. En dat is een samenwerking met Joss Free. En hij is zo mooi. Dus hij is echt wel erg mooi. Ik had ook deze variant van 2 jaar geleden. Die vond ik ook heel mooi.
Maar ik ben echt heel blij met deze. En ik ga je vertellen waarom. Ik ga jullie even draaien. Dit is karton. Zoals je ziet best buigzaam. Maar dit is niet buigzaam. Het is echt gewoon heel erg dik, zeg maar. Dus dat is echt super chill. Dus hij is hiermee een stuk steviger. Hij is ook iets zwaarder. Ik heb het idee dat er iets meer bladzijdes in zit. Maar dat is, nee, dat is niet waar trouwens. Het komt gewoon omdat dit ander materiaal is. Maar ik vind hem echt heel erg mooi. Dus kijk. Tadaa. Ik ben weer eens vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze hoop ik dat jullie het weer leuk vonden te zien. Als dat zo is, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En ik hoop je bij de volgende week vlog weer te zien. Doei! Ja, mama gaat zo de sok van Lucas pakken. Daag, zeg maar.